2-1 in Utrecht. Met welk gevoel sta je hier? Nou ja, gezien de rust. gezien de rust. Denk je van 2-0 achter, jongens, we gaan er alles aan doen om tenminste nog een punt of de overwinning nog te halen. En daar ja, ben je trots op het team en heb je goed gestreden om nog een punt te halen en loop je nog een punt uit. Alleen, ja, gezien de wedstrijd wil je, ja, denk je dat het eerst zelf gewoon niet goed was van ons. We komen moeilijk er doorheen. Utrecht ja, parkeert de bus een beetje, houdt het gewoon heel dicht, compact. En dat mag? Ja, dat mag zeker. Alleen we hadden niet echt een antwoord daarop. En zij, ja, het enige wat zij konden hopen waren standaard situaties of een uitbraak. En die komen twee keer en ze scoren twee keer en dan sta je 2-0 achter. En dan ja, moet je daar de tweede helft tegen strijden. En ja, dat was het enige wat we konden doen. En dat denk ik hebben we wel weer goed gedaan. Ja, waardoor je uiteindelijk een punt uitloopt. En moet je het zo bekijken dan? Ja, ja uiteindelijk wel. Alleen, ja, ik was toch liever 3 punten uitgelopen. Alleen, ja, je maakt die 2-1. En dan moet je denk ik door blijven drukken als team zijn. En ja, hopen dat je als die 2-2 valt nog misschien die derde kunt maken. Alleen, ja, dat zat er niet vandaag. Het was ook een wedstrijd met veel commotie. Vanaf de eerste helft meteen al. Ja, er waren veel... Veel momenten vandaag inderdaad, dat varen wel niet, penalty, ja, ik denk dat de scheidsrechter ook heel moeilijk had op een gegeven moment. En dat ja, geeft hem uiteindelijk op het einde ook niet aan Utrecht. Dus ik denk dat dat terecht is gezien, dat ze misschien dan eerst ook een paar keer aan mij moeten geven wanneer ik zo aan mijn shirt word getrokken. Ja, streep je dat dan tegen elkaar weg? Beïnvloed je die scheidsrechter daar dan mee? Nou ja, kijk, ik denk dat de scheidsrechter zelf zijn beslissingen maakt, ook momenten. Alleen, ja, hij zit ook in zo'n wedstrijd met een gevoel en ja, dat misschien baseert hij daar ook beslissingen op, dat weet ik niet. Maar wat ik zei, ik denk dat hij het gewoon elk moment objectief beoordeelt. Maar alles bij elkaar? Opgelucht? Nou ja, opgelucht. 1 punt uitgelopen. Alleen, ja, je baalt denk ik straks toch nog dat het niet 3 zijn geweest.